Hey, ik ben Kevin van Electromat en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Kennisbank video. Vandaag laat ik je zien hoe je een serieschakeling maakt. Een serieschakelaar is een schakelaar waarbij je twee lampen afzonderlijk op één bedieningspaneel kan schakelen. Om deze klus uit te voeren heb je de volgende materialen nodig. Een serieschakelaar met afdekraam, twee drievoudige lasklemmen, striptang, spanningzoeker en eventueel een geïsoleerde schroevendraaier. Zorg ervoor dat het gebied waarin je gaat werken spanningsvrij is. Dit doe je door een groep uit te schakelen. Controleer of het gebied spanningsvrij is met een spanningzoeker. In dit voorbeeld gebruiken wij een serieschakelaar van het merk Gera om twee lampen te kunnen schakelen. Deze lampen noemen wij lamp 1 en lamp 2. Wanneer je serieschakelaar gebruikt, sluit je deze met de volgende draden aan. Een bruine fasedraad, twee zwarte schakeldraden en een blauwe nuldraad. Strip de draden ongeveer 10 mm met een striptang. Sluit de bruine draad die van de centraaldoos komt aan op de L. Sluit de zwarte draad voor lamp 1 aan op de 1. Sluit de andere zwarte draad voor lamp 2 aan op 2. Verbind de blauwe draden vanuit de centraaldoos met lamp 1 en 2 door middel van een lasklem. Sluit de zwarte en de blauwe draad aan op de lamp. Plaats dan het inbouwgedeelte met schroefjes in de muur. Draai na het plaatsen van de draden elk schroefje vast. Plaats daarna het afdekraam en de bedieningsknoppen op het basiselement. De serieschakelaar is geplaatst. Nu kun je de spanning weer inschakelen. Test vervolgens of de schakelaar naar behoren werkt. Bedankt voor het kijken van de video. Wil je nog meer informatie over het installeren van Electra? Of ben je benieuwd naar ons ruime assortiment? Kijk dan op electromat.nl.